Jouw goede voornemen aan het begin van het jaar was stoppen met roken. Is dat gelukt? Ja, voor een deel wel en voor een deel niet. Ik rook wel minder dan vorig jaar. Maar af en toe een sigaretje voor bij uitgaan, of een pilsje drinken, dat zit er nog wel in, ja. En waarom lukt het dan niet om geheel te stoppen? Ja, het is vooral veel vrienden van mij roken. Het is de combinatie eigenlijk met vrienden en uitgaan. Ja, als je dat op een gegeven moment daarin zit, dan is het heel lastig om die verandering te maken. En de zomer komt er nu aan, lekker naar buiten, festivals. Ja, precies. Ja, en dan wordt het helemaal moeilijk. Ja, dat klopt. Gaat het je denk je wel ooit lukken om helemaal te stoppen? Ja, het is vooral de willen. Als je wilt stoppen met roken, dan lukt dat ook wel. Maar het zit gewoon tussen je oren. En het is gewoon die standaard routine. Als je daarmee wil stoppen, dat kan zeker. Maar het is wel lastig. Als je het echt wil, dan geloof ik wel dat het kan. Ja. Maar je wil het eigenlijk nog niet? Nou, op dit moment even niet, ja. Nee. Aan het begin van het jaar nam Start TV een kijkje in de sportschool. Zo had Annemie als goede voornemen om gezond te blijven en de balans tussen lekker en gezond eten te houden. En we spraken Noël, die zijn conditie wilde opbouwen. We gaan ze nu, 3 maanden later, nog eens opzoeken en kijken hoe het nu met ze gaat. Ja, ik ben nu een beetje verkouden, dus nu ben ik een beetje teruggevallen. Maar het helpt wel als je iedere week regelmatig komt. Tot voor 2 weken was het een stuk beter. Dus nu heel even een dipje door de kant. Even een dip, ja. Maar u bezoekt dus al nog altijd 2 keer per week de sportschool, trouw. Ja. En u wandelt daarnaast nog ook? Ook. Ik probeer dat steeds vol te houden, dus een uur per dag te wandelen en 2 keer per week naar de sportschool, ja. En heeft u ook nog nieuwe doelen? Niet echt. Ik vind, in 3 maanden zo ongeveer kun je niet je conditie zodanig opbouwen dat je zegt van, daar ben je erg tevreden over. Dus ik heb als doel nog in ieder geval dit nog een hele poos doorzetten. Dus eigenlijk volhouden en het eigenlijk steeds meer blijven verbeteren. Ja, precies. Dat volhouden is natuurlijk de kunst, hè, maar dat gaat lukken. Mooi. En hoe kijkt u uit naar het voorjaar? Ja, vandaag was ik dus 1 uur aan het wandelen vanmiddag, een kind van de middag. En dat is natuurlijk fantastisch dat je gewoon in de zon kunt lopen. Ik bedoel, we hebben een kwakkelwinter gehad en nu hoop ik dat het voorjaar doorzet, zodat we inderdaad iedereen naar buiten kan eigenlijk. Het is zo leuk om in de natuur mensen te zien. Iedereen is er ook vrolijk. Ja, dus lekker de openlucht bezoeken. Precies. Ja. Hoe is het gegaan de afgelopen maanden? Het is prima gegaan de afgelopen maanden. Ik heb wel 1 maand niet kunnen sporten vanwege een operatie. En dan merk je toch dat je conditie wel wat achteruit gaat. Maar die conditie ben ik nou aardig in aan het halen. En zeker met het mooie weer wat we nu gaan krijgen. Dus de bedoeling toch wel nog wat meer te gaan bewegen. En hoe houdt u de balans tussen lekker en gezond eten? Ja, met uit eten gaan bijvoorbeeld moet je een keuze maken. Niet meer 3 gerechten, maar dan neem je of een voorgerecht en een hoofdgerecht. Of een hoofdgerecht en een nagerecht. Of alleen een hoofdgerecht kan ook. Een beetje opletten ook met de drank. Want in de alcoholdrank zit ook best wel veel calorieën. Dus ook alles eigenlijk met mate. Je kunt toch lekker en gezond eten, maar gewoon met mate. Heeft u zo, nu het voorjaar eraan komt, dan nog nieuwe doelen? Ja, dat heb ik wel zeker. Ik doe nu momenteel 3 keer in de week sporten en 2 keer wandelen. En ik wil nu met het mooie weer eraan komt, wil ik wat ook gaan fietsen. En toch ook zeker 2 keer in de week een uurtje wel redelijk gaan fietsen. Het weer is beter. En ja, goed, daar kun je ook je conditie mee op peil houden. En wat heeft u met fietsen? Ja, ik ben vroeger amateur wielrenner geweest en na het amateur wielrennen ben ik beroepsrenner geworden. En tijdens het amateur wielrennen heb ik de Ronde van Oostenrijk gewonnen en Olympisch goud met tijdrijden. En wanneer was dat? Dat was in 1968 in Mexico. Ja, gaaf. Ja, gisteren heb ik ook nog lekker gefietst, dus het weer gaat goed worden nu. Dus we proberen wat bezig te blijven met het fietsen. Ja. Nee, ik doe nog graag dat fietsen. Voor de natuur en noem maar op. En voor fit te blijven ook. Hè. En dan lekker fietsen nu het ook weer mooi weer wordt. Ja, lekker fietsen. Gisteren heb ik bijvoorbeeld 3 uur en een kwartier gefietst. Van de week heb ik nog overdag notabene 3 stukken ree gezien. Reetjes, kleine reetjes. Ja. Overdag. Dus dat is het mooie van fietsen. Dus en ja, ik kreeg de tijd om. Ik ben nu 4 jaar gepensioneerd. Dus je moet toch wat doen om bezig te blijven. Ja.
Ja, dus en ook lekker fit te blijven daardoor. Ja, blijf ook lekker fit, ja. Ja, en bovendien, ja, ik doe het gewoon graag fietsen. Dus als het weer een beetje toelaat, dan zit ik op de randfiets. Ja. Oké. Okay. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Wat voor soort fietsen zijn populair? Nou, komend jaar 2015, de Giant Triple X serie, hele populaire serie. Een fiets met hele brede banden, die heel erg licht loopt. Robuuste fiets, stevige fiets, absoluut niet kapot te krijgen. Dat is ook geschikt voor de schoolgaande jeugd. Als we dan iets verder kijken, dan hebben we ook de Chill serie. Ook een serie die geschikt is voor de schoolgaande jeugd. Iets goedkoper qua instapklasse. Ja, voor de verder rest, de elektrische fietsen doen het natuurlijk altijd heel erg goed. Die lopen als warme broodjes over de toonbank. Laatste 4-5 jaar enorm in opmars. Ja, je ziet dat mensen eigenlijk de fiets veel meer weer gaan benutten voor recreatie. Dus mensen die met pensioen zijn als voorbeeld, die gaan gewoon hele grote tochtjes in Limburg maken. Die gaan gezellig langs de cafeetjes, wat ze vroeger echt niet konden. Maar op de oude fiets van je oma kan je ook prima tochtjes maken.